Sandra, we zijn hier bij jou op Teunshoeve. Nou, ik weet zeker dat hier heel veel mensen over de N48 heel vaak langs komen, maar geen idee hebben wat hier eigenlijk allemaal precies gebeurt. Nou, dit is een zorgboerderij en een educatieve boerderij, een trekpaardenmelkerij en een activiteitenboerderij. Dus ik zou zeggen, allemaal een keer binnenlopen. Kun je me eens vertellen wat jullie zo overdag doen hier? Nou, overdag zijn we vooral voornamelijk bezig met dierverzorging in de ochtend. En 's middags hebben we dus zeg maar eigen invulling van onze deelnemers. Dus de een die is bezig in de tuin en de ander is creatief. En weer een ander luistert muziek. En daarnaast, als we kinderfeestjes hebben of wat anders, dan zijn we daarmee bezig. Jullie zijn ook met nieuwe dingen bezig, hè? Want we hebben hier net een rondje gemaakt. Maar dan krijgen jullie een belevingstuin. Ja, we zijn bezig met een belevingstuin. Dat houdt in dat als je daar doorheen loopt, dat je kunt ruiken, voelen, proeven, horen en zien. Dus onze zintuigen worden daardoor geprikkeld. Nou begrijp ik dat jullie volgend jaar 10 jaar bestaan, hè? Ja, nou bestaan we 10 jaar en dan hebben we een aantal nieuwe dingen, maar daar vertel ik lekker niks over. Maar kun je bij het begin beginnen? Want hoe is eigenlijk Teunshoeve ontstaan dan? Teunshoeve is ontstaan toen ik in verwachting was van Teun, mijn zoon. En die heeft Down-syndroom. En ik kom zelf uit de zorg en daarnaast heb ik allerlei dierverzorgingsopleidingen gedaan. En toen heb ik een combinatie gekozen. Mede voor de integratie, hè, dat onze deelnemers in contact kunnen komen met de maatschappij. En daarnaast voor de participatie, zodat ze met elkaar op kunnen werken. Samen doen. Samen gaan we ervoor. Zo net kwam ik hier en toen was je hier een groep met kinderen hier. Dat kan allemaal, hè? Die zijn gebracht door Willem Jabber. Die kinderen zitten elke dag bij hem in de bus. En als afsluiting van het jaar heeft hij ze dus meegenomen hier naartoe. Nou, leuk idee. Van alles is mogelijk hier. Alles is mogelijk, ja, absoluut. Als mensen nog meer informatie willen, hebben jullie een website? Ja, we hebben een website www.teunshoeve.nl of op Facebook. Zo makkelijk kan het zijn.